Nou, Wiege, wie wint er dan? Weet Acaria, een verblijfje waar mensen zich kunnen klooienassen en al die dingen meer. Dat heet de Terp, jou bekend. De Madoes die is nu aan het spelen, dat kun je wel horen, denk ik. Ik denk dat Gert dat wel opneemt. Maar die gaan zijn mee overvallen voor een interviewtje met twee man. En wat dacht je wie ik mee heb hem? Hij is er, ja, eerlijk weer. Ja. Mijn vriend die Bas is er. De Hans. Hij is er weer, hè? Ja. Het heeft wel lang geduurd, het heeft wel een voet naar daar gehad, maar... Letterlijk, de voet naar daar, hè? Ja, de Peuties bent weer goed. Ja. Hij zei, ik kan weer mee. Dus, maar zullen we dan naar binnen gaan? Want ja, maar we zijn kinderen dikker, maar het is koel. Wacht, we moeten alleen even wachten, want dan is hij nog minder stand. Oh, man. Ja, maar goed. Dus we gaan eerst allemaal naar binnen. Ja. Zit die deuren weer los? Die jongens, die blazen zo hard. Die blazen de deuren los. Als hier soms aankomt. Maar ja, het is zo lang met voorhouden gaan, hè? Padoes. Dus, nou, dankjewel. Dan wil ik eigenlijk even twee man voor uitnodigen. Ik denk dat ik ken ze een beetje. De Holste. Ik denk dat de Holste is. Briefa. Brent. En op Ede Houd. Nee. Bart hier. Wie is er nog bij? En dan ook Bart in het maar zonder rest dan wel deur kunnen gaan. Maar we zitten hier aan de tafel met twee corriveringen van de Roes, Bart Hofstede. Oh ja. Zeg het maar. Zegt u het maar. Wiegepol. Ja, ik kan het wel zeggen, maar goed. Bart is de geestelijke leider. Al heel vroeg. Ja, ook geestelijke leider. Al heel vroeg werd hij ervoor gegooid. Wieger is eigenlijk een beetje de oudste. Nou, is een beetje. Is gewoon de oudste. Ja. En... Pardoes is eigenlijk ontstaan uit de zegelstampers, als nee. Ik mij niet vergis. Nee, dat vergissen jullie zijn weer al. Ja. Nou ja, nee, maar daarom zitten we ja, hier. Ja, ja, nee. We wilden het naaitje van de kous weer. Oké, dan zal ik dat eens in keurig voor je uitleggen. Dat, ik ben begonnen bij de PDT-harmonie, onder leiding van Joop Viernhuis. Die heeft mij geleerd hoe ik moest spelen op te bouwen. Vandaaruit ben ik bij de zegelstampers gaan spelen. Maar omdat ik niet met de organisatie eens was hoe dat allemaal liep, toen zei ik van nou, doei. Ik kapte mee en toen was de buurjongen die zei tegen mij, ja, maar je moet niet stoppen, je moet doorgaan met muziek maken. En toen zei ik van nou, ik wil het wel oppakken, maar dan wil ik hem dat jij als kapelmeester voor gaat staan. Nou, dat was dus goed, dus ik heb slagenrecht gekocht en zo zijn we begonnen met een paar mensen. Ik heb wat mensen opgebeld, ze zeiden wil je bij ons komen spelen? Ja, dus zijn we met 7 mensen begonnen. En nou, door de jaren heen, laat ik zeggen, is dus Pardoes ontstaan en zodoende hoor je dus nu deze muziek en dat is bestaan dit jaar officieel 20 jaar. Maar daar komen we straks wel even op terug. Ja, dus vandaar dus even met kort hoe dit allemaal, dit is ontstaan. Mag ik even naar Bart gaan? Bart, hoe lang zit jij er al bij? Poeh, gewenst vraag hier. Ik denk dat ik er al 120 jaar, nou wat zal het zijn, ik denk zeker een jaar of 15, 16 ja. Misschien wel bij speel, ja. Ja, het was 15 jaar. Ik kan het nog wel heel goed herinneren ja, dat je erbij kwam. 8 jaar geleden alweer. Ja. Ja, ik ben in 85 ben ik zelf begonnen met de Gleuvenschroevers. Ja, en toen had je dus eerst daar dan die zegelstampers. Mm-hmm. En later hebben wij Pardoes gekregen. Ja. Alleen wat mij dan opviel, ik hoef natuurlijk geen in- en outs te weten, maar na jaren zaterdagavond waren we bij de Gleuvenschroevers. Eerst geen Pardoes. En ik zag geen Pardoes. Ik zeg tegen Gerrit, nou, dat klopt iets niet, dat Pardoes is er niet. Ja, dat klopt. Helaas. Omstandigheden gewoon. Ja, ja. Onvoorziene omstandigheden en nou ja, goed, een andere weg inslaan en dan, nou, dan komt alles wel weer goed, denk ik. Dat denk ik wel, ja. Ja, absoluut. We dragen nog steeds de vereniging warm hart toe, dus, maar dit jaar komt, ja, ging die helaas niet door.
Nee. Dat kan, een keer gebeuren in zoveel jaar. Ja toch? Ja. Die loopt al heel wat jaren. En als dat goed geregeld is met elkaar, dan is dat prima. Ja. Dus 19 jaar achter elkaar gespeeld. Ja, dus nou, dat is al best wel. Ja. Dus 19 jaar, dus dan hebben we nou dat ene jaartje, dan was je er nog niet. Dus dan krijgen we 20 jaar bestaan. Ja. Nou, Bart, ik snap dat je niet alles kunt vertellen, maar... Een klein beetje. Nou ja, we moeten heel eerlijk zijn dat we het ook nog niet helemaal weten wat we gaan doen. Uiteraard gaan we er aandacht aan besteden. We hebben ook onlangs meegedaan aan de Spekte Club actie van de Jumbo. Ja. En we hebben een heel mooi bedrag opgehaald. Dus dat, daar kunnen we daar ook zeker goed voor gebruiken. Het zal ook voor Leen nog een beetje geheim zijn, dus we kunnen natuurlijk niet te veel over vertellen. Nee. We hebben een speciale werkgroep daarvoor in het leven geroepen. Die is al bezig. Die zijn bezig met het maken van een programma, een middag- en een avondprogramma. Ja, hoe we precies wat we gaan doen, waar we het gaan doen, dat is allemaal nog met die geheim. Maar het wordt ongetwijfeld een hele leuke dag. Dat vindt plaats in de zomermaanden? Of? Ja, volgens mij hebben we al een datum in mei, dacht ik, eind mei geloof ik. 27 mei. Want formeel, we zijn op 5 mei 1998 opgericht, op vrijdag. En 5 mei is feitelijk de werkelijke 20 jaar bestaan. Dus en eind mei ongeveer gaan we dat... En het hele muziekgebeuren, wat voor muziek bestaat het allemaal? Van alles en nog wat. Dat is de kapelmeester die... Anders is Bart de hele tijd aan boord. Ik wil daar ook wat zeggen. Ja, dat mag wel. Ik vind dat wel leuk. Wieger weet alles. Wieger wil al 20 jaar lang één nummer die spelen. Maar wil ik niet schrijven. En dat we toffe jongens zijn. En dat kunnen ze niet. En dat kan ik niet voor. Nee, maar dat kan hij ook niet voor elkaar krijgen. Ik heb net gehoord. Dat lukt hem niet. Maar ik heb net gehoord. Bart die zegt van nou, we gaan ook nog even proberen om dat nummer van ons te krijgen. En dat is? Sassenlong is mis dat. Oh, dat ken ik niet. Nee, nou. Is hij? Dus dan moet je het maar eens nodig gewoon leren. Want dat, nee, dat maar ik ben geen echte Zwollenaar. Nee, ik kom uit Drenthe. Ja. En echte Drenthe is Noord-Alent. Nee, maar daar kun je ook niks aan doen. Ja, maar dan zie je wel een grote club die er nou is, hè. Jaar in, jaar uit. Maar wat mij wel opvalt, je ziet ook knollentrekkers erbij lopen. Nee, die speelt zelf ook bij 103 dB. Ja. Geeft dat geen probleem in het programma, over en weer? Nou, natuurlijk vrijdag af en toe wel eens dat je op twee plekken eigenlijk tegelijk moet zijn. Maar probeer dat natuurlijk een beetje op elkaar af te stemmen. En over het algemeen gaat dat goed. En de meeste leden die bij meerdere kapellen of andere verenigingen spelen, die hebben daar ook vaak duidelijke afspraken over. Wanneer ze bij wie spelen. Het is ook een beetje afhankelijk van de historie waar men begonnen is. En wat, sommige leden die vinden het gewoon leuk om bij meerdere verenigingen muziek te maken, omdat ze dat gewoon graag doen. Ja. En liefst zoveel mogelijk. Ja, en bij ons is eigenlijk iedereen altijd welkom geweest. Dus dat doen we ook niet zo heel erg moeilijk om en dat gaat altijd in goed overleg. Dus dat heeft eigenlijk nooit echt tot grote problemen geleid. En in mijn geval, als het even kan, dan speel ik gewoon bij beide tegelijk op één dag. Dus ja, maar mooi dat het zo kan. En de optredens, beperken die zich dat Zwolle? Nee, absoluut niet. Nee, we spelen eigenlijk praktisch door het hele land heen en ook wel in het buitenland. Een beetje afhankelijk van wat leuk is. Nou, we proberen per jaar een stuk of 4-5 festivals te doen. Wat verder buiten Zwolle. En daarnaast zien we een beetje wat er op ons pad komt. Carnaval is natuurlijk altijd een druk seizoen, dus dan zijn we heel erg Zwolle gericht, zeg maar. We spelen voor meerdere carnavalsverenigingen. En daarbuiten, dan heb je zeg maar, na de carnaval even een periode ietsjes rustiger. En dan begint het festivalseizoen en alle braderieën en alles. Dus dan heb je juni is helemaal vol, tot in half juli. En dan heb je vakantie en dan eind augustus, september begint het feest weer. En dan tot in oktober ben je wel bijna elke keer toe. En men vraagt jullie? Of meld je jezelf ook aan? Van, wij zijn een kapel en wij vinden het leuk om bij jullie te komen spelen. Of is het vaak op uitnodiging? Ook, beide wel. Voor festivals meld je meestal aan en de rest van de optreden is meestal op aanvraag. Dat is ook gewoon natuurlijk een commercieel verhaal achter. En hoe ziet jullie programma er met de carnaval uit? Ja, de carnaval is nog niet helemaal gesetteld, maar zoals het er nu naar uitzien zijn we praktisch elke dag wel in de stad te vinden muziek te maken. Dus dat zal op vrijdagavond al zijn, zaterdag sowieso de hele dag en zondag nog een beetje in twijfelgeval. En dan maandag zijn we ook weer. En waar zo kunnen mensen jullie zien? We zullen vrijdagavond nog niet, maar dat zal waarschijnlijk een beetje bij op de Jufvalwal plaats gaan vinden. En zaterdag spelen we sowieso bij de optocht, bij de zelfs langs de optochttribune.
En dan speelden we nog ja, een beetje langs de route voor die tijd. Dwerren door de stad. Een beetje dwerren door de stad, ja. Eigenlijk wat ze waarvoor een deel ook speelde, dus uiteindelijk. En dan eindigen we denk ik in de Voorstraat. Ik heb net eens even rondgekeken, maar best wel een mooie bezetting. Je hebt zat een aantal trompetten, een stuk of 4, 5? 8, ja, een stuk of 8, ja. Ja, maar ze zullen allemaal zijn. Oh, dat zal niet iedereen is. Maar twee grote sousaphones. Ja, 3. 3? Ja. Dus er waren twee sousaphones. Ja, die wenden nu. Ja, we hebben 3. Nee, sousaphones. Sousaphones. Die tuba. Oh, nee, ik dacht dat tuba. Nee, die tuba is. Ik heb heel weinig verstand van muziek en instrumenten. Geen van die. Nee, maar ik bedoel ook mensen erbij hem die drankjes omhalen. Ja, die een beetje dommen. Dat vind ik wel. Ja, maar die moet ook niet alles omhalen. Dat is nergens goed voor. Maar dus jullie, maar uit hoeveel man bestaat het compleet ongeveer? 20. Ja, voor mij een man of 18 formeel. Ja. Nee, maar dan is dat voor de eerste opkomst, de eerste oefenavond, heb je een mooie opkomst. Ja, we hebben vandaag een mooie weer ingevuld. Nee, we zijn begonnen met de Sumleen en dat is in de loop der jaren is dat helemaal weggegaan en ook weer aangevuld. Ja. De twee oudsten, dat is dus Remco en ik, en dan heb je Bart, die ben er dus 5 jaar later bijgekomen. Ja. Dus dat ben van de officieel, van het begin zijn er maar 2 jaar. De rest is allemaal nieuw, zeg maar. Ja. Nieuw. Ingestroomd, ja. En er komt alleen maar leen bij die dus geaccepteerd worden door de groep. Ja, dus denk niet zo, dat is dan als je zegt van ik wil graag bij jullie spelen, dan is hij van nou, kom er maar bij en dan laten ze van de, wat grapmaker hebben we hier nou bij. Ik zal er ook niet aan beginnen, dus ik ken zijn muzikale kwaliteit. Ja, nou ja, maar dat is dus ook maar zomaar even gesprek. Er wordt in de club besloten van of je erbij mag of niet. Nou, dat is denk ik wel een je past erbij of goed, je past er niet goed bij. Iets, ja dat bedoel ik wel. En dat hebben jullie vanavond kunnen merken, dus toen mee, dat het wel klikt onderling. Ja. Ja, het is belangrijk dat de sfeer binnen de groep goed is. En daar waken we heel erg voor. Iedereen moet met elkaar goed kunnen. Dat is belangrijk. Ja, we zijn er gezellig. Je ziet ook bij alle leeftijden, alle seksen, alles hier vertegenwoordigd eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik ook belangrijk. Je hebt ook een soort van, zeg maar altijd een soort van maatschappelijk opvang. Ja, maar ook een maatschappelijk doel uiteindelijk. Ja. Ja, dus, en hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen bij de TERP? We hebben natuurlijk jarenlang eerst bij de tafeltennisvereniging Flit gespeeld. Dat wist ik nog. Daarvoor nog bij de Stiloan. Daarvoor nog in... Bij de CDR nog, destijds ook nog. Maar Flit hebben we heel lang gespeeld. Flit heel lang en toen in de Peterschap bij de motorclub. Ja, daarna inderdaad bij Flit, die heeft toen verbouwd zeg maar. Nou, toen was het dat hij lastig. Toen zijn we naar de motorclub inderdaad geweest. Peterschap. En toen hier naartoe. En toen eigenlijk hier naartoe, ja. Dus dat bevalt hij eigenlijk prima. En dat bevalt de buren hier ook? Ja, heel erg zelfs. Ja. Ja, dat is wel grappig, het waar, want de mensen, de bewoners hierboven, zeg maar, die hebben wel eens gehoord van de organisatie, dat ze dat enorm waarderen, dat er zo'n clubje is, want dat horen ze natuurlijk wel. Ja. Maar die mensen die vinden dat hartstikke leuk. Dus, we hebben ons ook wel eens gevraagd of we niet op een middag of zo voor ouderen dan eens een keer een stukje kunnen spelen. Ja, en doen jullie dat? Of gaan jullie dat nog een keer doen? Of, als het past, dan doen we dat zeker. Ja. Hoe lang zitten jullie hier nou? Ik denk nu alweer een jaar, 3, 4 jaar dan. Ja. Dus goed, dan mag je blij wezen dat het zo is. Dat de bewoners zeggen van nou leuk dat het er is. Ja. En als dat je al om 7 uur op bed ligt, dan is van goed. Ja, maar dan hadden we zo lang niet kunnen blijven. Nee, maar dit staat wel los van de bewoners. Ja, goed, zo hoort het wel. Jawel. Ja, we hebben 1 keer last gehad van de buren aan de overkant. Toen zijn ze van de... Dan hadden we de deur open omdat ze warm was. En toen zei van, het is niet mijn muziek, dus wil jullie de deur open? Om 8 uur s'avonds. Dus we hebben hier toen een kennisje lopen, die werkte bij de politie. En die zei, hij heeft niks te vertellen, maar tot 9 of 10 uur. Dan mag je dus gewoon een beetje muziek. En dan moet het geluid naar binnen en moet het gehoorverstand binnen. Goed, zijn. Goed verzoend hebben we met de deur dicht. Nou, ben je de buurt of vrienden ook, precies. Ja, daarom. Ja, maar verder, ja. Dus, gaat zoals een gangetje. Ja, ik vond het in ieder geval hartstikke mooi dat wij hier even mochten inbreken. Ja, maar dan moet ik nog 1 ding weten. Hè? Nou. Die 27 mei, is dat voor jullie zelf alleen nog? Of wordt er nog voor bezoekers wat georganiseerd? Dat is nog een beetje de vraag. Maar kan wezen dat we daar toch iets groots feestje van maken? Dat zei je net, de werkgroep. Ja, nee, maar ik denk, we kunnen een beetje reclame maken voor die dag. Kunnen mensen vast in de agenda zetten? Nee, maar neem voor mij aan als we dat duidelijk hebben, dan...
er wordt nog een campagne opgevoerd. Dan zal iedereen het weten. Kijk, maar met mij natuurlijk weer een scoop, want dan weet je weer wat van horen. En dan, maar we hebben het bestuur, we hebben dus ook een kledingcommissie en een muziekcommissie en een evenementcommissie. Dus iedereen die een beetje bij de club is, die wordt er ook bij betrokken om iets te doen. Dus, en is het dan zo dat je in een commissie moet zitten? Of, nee, niet moet. Nee, dat is een vrijwilliger. Niet verpleegd, maar wel vrijwillig. Gewoon vrijwillig, maar de meesten die doen wel iets in ieder geval bij de club. Ja, daar komt ook al bij. Dus een vriendengroepje bij elkaar zo gezegd. Dan, dus samen maak je de vereniging, zeg allemaal. Ja. Nou, hartstikke leuk. We gaan zo meteen nog even genieten van een stukje muziek van jullie. En ik weet nu al waar we elkaar heel binnenkort komen zien, kunnen zien. Ja, zaterdag al. Zaterdag al. Zaterdag, ja. Bij de Hoelenwappers. Bij de Hoelenwappers. Ja. In Berkum. In Berkum. In Berkum. Je kent de weg, willen liggen? Nou, ik vraag het alleen maar. Ik vraag alleen maar Cuppy. Oh, ja. Die heeft er een tijdje gewoond. Hey, hartstikke leuk, bedankt. En goed. Dank je wel. Jullie ook bedankt. Dat gaat zeker. Maak er maar een mooie film van. Dat doet we hebben geen gekje voor. We hebben geen gek voor. Ja. Geen gekken, maar Gerrit. We hebben niet dat soort. Dat is een beetje doof. Hé jongens. Hij is die dan weer. Ja. Nee, we stoppen hem ook. Nee, anders dan Wiegel, die moet straks ook naar binnen dan, of luisteren dan, hè? Ja, nee, drummen. En die zit het dichtste bij met uw Scherderbeek, dus dat kan eigenlijk niet meer. Doe maar zo. Je gaat naar de muziek. Je gaat naar de muziek luisteren. Jongens, bedankt. Jullie ook bedankt voor de aandacht. Top. Hartstikke mooi. En succes.